scheerapparaat laten zien. Ik ga laten zien wat er allemaal bij zit en wat er op en aan zit. Hij zit in een mooie stevige koffer. We gaan hem eerst eens uitpakken. Er zitten twee stevige klemmen op. Hier is de dichttoorts. Er zitten drie aansluitingen in. Eén aansluiting voor de stroom. Dit is de aansluiting voor het gas. En dit is nog een aansluiting, maar volgens mij is die ook voor het gas. Want als je het knopje indrukt, dan komt er gelijk gas uit. Want met het lasbraad kun je ook lift dichtlassen. En dan is het knopje de gasschakelaar. Dus ik denk dat dit is om het gas te activeren. Dat weet ik niet zeker. Hier is de massaklem. Bij mijn MIGMAG lasapparaat zit er ook zo'n even grote massaklem bij. Alleen hier is dit koperplaat. En bij mijn MIGMAG lasapparaat massaklem zit er koperdraad in. Deze gaat dus iets zwaarder. Dit is de stroomkabel. Hij werkt op 230 volt. Er zit 3 meter snoer aan. En er zit ook nog een elektrodetang bij, want je kunt er ook elektroden mee lassen. Dit is ook een goede zware, dus dat is goed. Dan zit er nog de handleiding bij. Allemaal verschillende talen. Engels, Duits, van alles en nog wat. En dan zit er nog een kleine slangklem bij. Die is om de gasslang vast te maken. De gasslang die zit nog op de fles, want we hebben er natuurlijk al mee gelast. En het belangrijkste, het lasbraad zelf. Het is de Weldcar WK-TIG 1660 DCHF Puls. Ik ga jullie nu laten zien waar alle knoppen voor staan. Alleen nu doet je het nog niet, dus we moeten er even de stroom in prikken. En de aan-uitknop zit aan de achterkant. Deze knop die is voor het ampère in te stellen. Deze knop dat is de gasvoorstroom. Dus als je het knopje indrukt hoeveel gas eruit komt. Je kunt hem met één knop bedienen. Als je op een knopje drukt, je kunt hem indrukken. En dan gaat hij naar het andere. Dus dan heb je niet heel veel knopjes nodig. Dit is het voorampère. Dus als je gaat lassen hoeveel ampère die dan heeft. Deze, die weet ik niet precies. Dit is of. Dit is. Ben ik weer voorbij. Dit is met puls of zonder puls. Kijk, nou staat puls uit. Nou staat puls aan. Deze dat is het laagste ampère in de laagste punt van de pulsering. Want bij pulsen dan doet hij hoog ampère, laag ampère, hoog ampère, laag ampère. En met die instel je het laag ampère. Dit is de white van hoeveel procent die heeft. Dit is de frequentie van hoeveel hertz. Die kan tot 200. En dus het laagste wat hij kan is 0,5. Hier zit de nastroom. En dus als je weer het knopje indrukt of loslaat, dan heeft hij dat ampère,
nog even op het laatst. Dit is de gasnastroom. De gasnastroom die staat hier op 4 seconden. En ik kan niet alles onthouden, dus we hebben daar een briefje voor. En daar staat op, bij 10 ampère, 1 seconde gasnastroom. Dus om de wolfram af te koelen. We hebben alle knoppen behandeld, alleen deze twee nog niet. Dit is de upslope. En dat is hoe lang de tijd is van het hoge amperage naar het lage amperage. En hier zit de downslope. En die is precies andersom. Die doet van het hoge amperage naar het lage amperage. Wat die tijd daartussen is. En dan kun je instellen van 10 seconden naar 0 seconden. En de upslope, die kan ook van 0 seconden naar 10 seconden. Nu ga ik hem aansluiten. De massa aan te sluiten. De massa die moet altijd in de plus. Want als je die in de min doet en dan de toorts in de plus, dan verbrandt je wolfram. De massa altijd in de plus. Nu ga ik de tiktorts aankoppelen. En dat is een stukje lastiger. Niet veel, maar het is wel een beetje lastiger. De toorts aankoppelen. Ik had deze er even afgehaald, want deze zit hier boven en dat is niet zo handig met aandraaien. Kleine slangetjes en stekkertjes aansluiten. Deze die moet hierin. Pas maar op één manier. Kun je kijken. Hier zitten er allemaal één. En op die plek zitten er twee. En daar zitten ook twee uitsparingen. Dus zo moet die. Kan die nooit verkeerd zitten. En dan is het gewoon aandraaien. Nou, de gasslang nog. Daar hebben we sleutel 17 maar nodig. Kan dan het eerste stukje door met de hand opdraaien. En nou hebben we sleutel 17 nodig. Vast genoeg. En nu hebben we hem ook helemaal aangesloten. Dit is de tiktorts. Die zit hier met een knopje. Als je die indrukt, begint hij te lassen. En je kunt hem ook nog verdraaien. Ligt eraan. Want als je zo last en je vindt het moeilijk om hem zo recht te houden, kun je zo de toorts net even iets verdraaien. En dat is wel makkelijk. En nou eens laten zien hoe die in elkaar zit. Achterin zit een stuk plastic. En dat is, want hier zit dan nog de wolfram. En die zit dan ook niet vast. En door deze zit die dan wel vast. Kijk, nou kan die er nog uit. En als ik die vastdraai, nou kan die er niet uit. Waar bestaat de tiktorts uit? De tiktorts bestaat uit dit lange zwarte stuk. Een wolfraam. Een gasmondstuk. Om het gas te verdelen. En dan dit onderdeel zit ook weer vastgeschroefd. Daar gaat het gas doorheen, zodat het gas in de cup komt. En de cup die brengt hem dan naar de wolfram. Kijk, dit is het gasverdeelstuk.
Daar gaat dan die wolframelektrode in. Alleen je ziet, dat wiebelt nogal. Daarom zit dit koper onderdeel er nog bij. Die gaat daar dan weer in. En daar wiebelt de wolfram niet in. Hier bestaat de elektrichttoorts uit. Nu hebben we nog toevoegmateriaal nodig. Want zonder toevoegmateriaal kunnen we hem niet tiggen. Het kan wel en dan smelt je het ijzer aan elkaar. En als je echt een las wil hebben, heb je toevoegmateriaal nodig. Dit is hier toevoegmateriaal voor staal. En dan heb ik hier nog even een hele belangrijke tip. Voor als je met z'n tweeën bent, buig even het uiteinde om. Want dan kun je niet met een scherpe hoek tegen iemand anders stoten. Ik ben druk aan het oefenen met toevoegen, want dat is nog best wel lastig. Ik kan het al wel een beetje. Nou wordt de voorkant telkens langer, dus dan gaat het heel erg wiebelen. Zo moet je dat oefenen. Als je vaak genoeg oefent, dan kun je het heel goed. Er zijn ook verschillende soorten toevoegmateriaal. Je hebt RVS'en toevoegmateriaal en toevoegmateriaal voor staal. Dus toevoegmateriaal voor staal is van staal. Ik heb er een magneetje. Dan blijft die aan vastplakken. En dit is die van RVS. Die is van RVS. Die blijft niet aan de magneet plakken. En dan heb je ook nog toevoegmateriaal voor aluminium. Met ons tegapparaat kunnen we geen aluminium lassen, want het is geen AC, het is alleen maar DC. Dus we kunnen er alleen maar RVS en staal mee tiggen. Volgende week dan gaan we ermee lassen. Dit was mijn video, ik hoop dat je mijn video leuk vond. Like, reageer en abonneer!